Welkom, welkom, welkom. Kwame de Creative hier. Ik sta hier naar een man, de myth, een legend. Hij mag zichzelf voorstellen, man. Ja, man, de naam is Roots. Je weet wel, Rotterdam. We zijn hier. Ergens in mijn hoofd. Droom in kleur. Ik loef het, ik loef het. Voor jou om hier te staan, zeg maar, op een dag als dit, hoe is dat voor jou? Hoe ga je, zeg maar, zo'n dag? Is dat anders dan any like other show of dingen? Ja, man. Ja, toch wel, zeg maar. Ik sta er wel echt voor de cultuur op zo'n dag, snap je? Ik zou voor deze dag voor niks op stage staan, zeg maar. Voor geen ene cent, snap je? Gewoon just showing love. En ja, man, wat ik zeg, cultuur. Ja, skitty kotty, man. Ja, toch. En als we het hebben over, zeg maar, culture, hoe zie je... Je maakt muziek eigenlijk vaak over dingen die introspectief zeg maar zijn. En waardoor je, zeg maar, nadenkt over jezelf. Hoe zie je jouw relatie tot, zeg maar, jouw cultuur? Wat is je afkomst en hoe zie je jouw relatie tot jouw cultuur? Ik denk dat... je weet toch, ik ben een geboren Surinamer. Ik ben niet in Suriname geboren, ik ben in Rotterdam geboren. Je weet toch, dat wel. Maar ik ben opgegroeid als Sranaman. Je weet toch, ik heb alles meegekregen vanuit cultuur. En ik denk dat daar Poco ook is begonnen, zeg maar, als kleine boykie. Was het gewoon, ja, toch wel Kawina en dat soort dingen waar ik mijn eerste soort van aanraking met muziek had, snap je? En ik denk dat daar ook, als ik er nu zo over nadenk, just speaking the truth, is denk ik daar waar mijn melodieuze tories vandaan komen. Me, weet toch, iets breder willen gaan dan alleen maar woorden, zeg maar, snap je? Die hele vibe, zeg maar. Dus, voor mij is het niet alleen maar textueel, zeg maar ik wil gewoon een soort vibe ook brengen in muziek. En ik denk dat dat mijn tory met cultuur is. Ik check blijf Kari, je weet toch, is een Sranam Poku, is een Poku die ook een soort van... ik denk dat ik daar heel dicht bij dat echte Surinaamse van me in de buurt ben gekomen. Dat super, super dope. Je was net on stage met Winnen. Mm-hmm. Volgens mij is die collab al een tijdje geleden geweest, toch? Die collab met Winnen is inderdaad een lange tijd terug al. Ik denk dat we praten over 2000, zo bro, ik ga zomaar iets zeggen, maar... 2000, een paar jaar geleden. Ja, een paar jaar. Laten we zeggen, 3-4 jaartjes nu terug. En hoe kwam dat, zeg maar, voor... Hoe was dat voor jou en hoe kwam dat tot stand? Kan je een beetje vertellen? Ik ken Winnen eigenlijk door Vijs, Zalig Vijs. En ik denk dat het gewoon een soort mattie ding was in het begin, snap je? Een soort Brada ding, wat uitgegroeid is tot een soort Brada ding. En ja, we maken gewoon muziek samen, maar het is niet eens dat we elke dag in de studio zitten. We zijn eigenlijk meer aan het, je weet toch, gewoon wat matties doen, wat Bradas doen, zeg maar. En daar is muziek uitgekomen. En tot de dag van vandaag supporten we elkaar en dat zal altijd zo blijven, snap je? Ja. Ik heb een laatste vraag, zeg maar, als we het hebben over Katy Cotty, we praten over het verleden, we praten over het heden, maar we praten ook zeker over de toekomst. Wat denk jij dat de rol is van muziek binnen onze Nederlandse cultuur, zeg maar Nederlandse African diaspora culture? Ja. Hoe zie jij de rol van muziek in like advancing our people? En hoe denk je dat muziek daaraan kan bijdragen en muziek en culture in general? Ik denk dat het belangrijkste wat muziek doet, en dat is belangrijk op een dag als dit, is dat het mensen bij elkaar brengt, man. Dat het liefde... gewoon dat, man. Daarmee heb ik denk ik alles gezegd. Het brengt mensen bij elkaar en ik denk dat Poku dat altijd heeft gedaan. Op een dag als dit is dat helemaal een mooi ding. Dus ik ben blij dat ik Poku mag maken en mensen bij elkaar mag brengen. Op een dag als dit al helemaal. En that's it, man. That's it, basically. Afwakoda, man. Thank you, hoor.